Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1134 met een uitzending voor vandaag 13 november 2017. Dit is het bulletin van maandag. ARRL laat op haar website weten dat de internationale verzendkosten voor haar boeken flink zijn verlaagd. In sommige gevallen zijn de kosten 70-75% lager dan dat ze hiervoor waren. Voor dit bedrag kunnen de bekende, zeg maar, legendarische boeken als ARRL Handboek worden besteld en een boek als Grounding and Bounding voor de Radio Amateur en More Arduino Projects voor Ham Radio. Ik heb in de VS wel eens een paar van die boeken proberen te bestellen. Daar moest ik destijds voor een zending tegen de $40 aan verzendkosten voor betalen. Mooi initiatief van de ARRL, maar in Nederland is er nog een goedkopere methode. Het is wel een jaar of vier geleden dat ik hiervoor het laatst gebruik van heb gemaakt, maar ik ga ervan uit dat het nog bestaat. In Nederland kun je de ARRL boeken ook kopen en bestellen bij de American Book Center. Er is een boekhandel in Amerikaanse boeken met vestigingen in Amsterdam en Den Haag. De laatste keer dat ik daar boeken besteld heb, niet de meest gebruikelijke, waren die beide gewoon in voorraad. En het kostte me €2,95 aan verzendkosten om ze hier op mijn adres afgeleverd te krijgen. Ik heb geen aandelen of zakelijke belangen hoor, maar de American Book Center heeft naar mijn mening een van de mooiste domeinnamen in Nederland, namelijk www.abc.nl. Gisteren meldde ik over de vele mutaties in LPAM-land, laagvermogen middengolf. Wel nu, station Radio Flandria uit Hemelum is van een 1 watt vergunning op 1485 kHz gegaan naar een 100 watt PEP vergunning op 1332 kHz. De licentie CQ de frequentie wordt overigens nu gedeeld met Radio Transparant in Krijl. 1332 is in de regio Emst de frequentie van de zender Citrus AM. Dat station deelt de frequentie nu met Radio De Witte Bison uit dezelfde plaats die alleen op zondag uitzendt. Een nieuwe 1 watt vergunning was er deze week voor Radio El Dorado in Damwald. Bij het propagatieonderwerp ging het de vorige keer over de variaties in de absorptie door de D-laag. In tegenstelling tot de reflecties door de E- en F-laag is het hier hoe meer zonlicht, hoe meer demping. Ook wordt de D-laag onder invloed van uitbarstingen op de zon soms ineens een stuk sterker. Tijdens heel intensieve zonneuitbarstingen worden daarnaast protonen door de zon uitgestoten. Deze protonen laten de magneetlijnen van het aardmagnetisch veld verschuiven naar de polaire regio's. Dit effect is veel sterker dan dat van de eerder genoemde fade-outs. Er vindt hierbij een massieve ionisatie van de D-laag plaats en er is sprake van een totale absorptie van de signalen op alle HF-banden. Dit verschijnsel wordt een polar cap absorption event genoemd. Zo'n PCA kan erg lang duren, soms wel 10 dagen achter elkaar. De volgende keer gaat het propagatieonderwerp over sporadisch E. Gisteren ging het bij het propagatieonderwerp over een polar cap event waarbij de HF tot 10 dagen toe volkomen zonder lange afstandspropagatie kan blijven. Vandaag gaat het over sporadisch E, die overigens heel wat vaker voorkomt dan je zou vermoeden. Sporadisch E komt het hele jaar door, sporadisch voor, maar is met name prominent aanwezig in de maanden tussen eind april en begin augustus. Plus een periode van een aantal weken met het maximum meestal rond de kerstdagen. Die tweede periode is meestal wel veel minder sterk. Sporadisch E komt ook op de VHF voor en dan kun je op 2 meter echt bijzonder grote afstanden overbruggen. Daar gaat het hier niet over, het gaat hier met name over de effecten op de korte golf. Sporadisch E is iets anders dan E-laagreflectie, maar speelt zich wel af op gelijke hoogte als de E-laag. Het is een tamelijk onvoorspelbare formatie van gebiedjes met een zeer hoge dichtheid aan vrije elektronen, die zowel overdag als 's nachts voorkomen tussen de 90 en de 40 kilometer hoogte. Die gebiedjes kunnen zowel een paar kilometer groot zijn of een aantal honderden kilometers groot en ze kunnen zowel minutenlang aanwezig blijven als ook urenlang. De gebiedjes of gebieden op E-laaghoogte zijn meestal vergelijkbaar met de dichtheid van de F-laag. En ze kunnen tamelijk transparant zijn, maar ze kunnen de F-laag ook helemaal afdekken en dan op HF voor kortere skipafstanden zorgen. Als de gebiedjes deels doorlaatbaar zijn, kan er ongewoon grote fading door ontstaan, omdat de signalen dan weer wel en dan weer niet door ofwel de E- of de F-lagen worden gereflecteerd. Morgen verder over sporadische E en de effecten daarvan op de korte golf. Bij het propagatieonderwerp ging het gisteren over de invloed van sporadische E op de propagatie op de korte golf. Die kan bijvoorbeeld voor kortere skipafstanden zorgen en voor heel veel QSB. Ik maakte daarbij gisteren nog een foutje. Ik zei dat de E-laag tussen 90 en 40 kilometer zat. Dat moet 90 en 140 kilometer zijn. Sporadische E bij de lage en middenbreedtegraden heeft overigens de neiging om vooral overdag en in de vroege avond op te treden. En is meer aanwezig tijdens de zomer dan tijdens de winter. In ieder geval sterker. En bij de hoge breedtegraden vindt sporadische E vooral plaats tijdens de nachtelijke uren. Er bestaan nog meer van dit soort modus, onder andere spread F, maar het voert te ver om die hier allemaal te behandelen.
propagatie over de korte golf wordt nog wel eens voorbij gegaan aan hoe het precies zit met het fenomeen van de grondgolf of de ruimtegolf. Tussen 3 en 30 MHz zijn er drie verschillende manieren waarop een signaal vanaf de zender de ontvanger kan bereiken. De eerste manier is de grondgolf. Deze werkt alleen over korte afstanden, recht over de grond dus, maximaal 100 km over land en zo'n 300 km over zee. Verzwakking van de radiogolven hangt hier af van antennehoogte. Vaak moet de antenne hiervoor laag staan. Het type bodem, type terrein, bijvoorbeeld is het bebouwd of niet. En ook speelt de polarisatie een rol. Hoe lager de frequentie, hoe meer verticaal goed werkt en horizontale polarisatie niet. De tweede manier is de directe golf. Dit is de manier waarop bijvoorbeeld ook de golven op VHF en UHF zich voortplanten boven de grond. En het is in belangrijke mate een zichtverbinding waarbij de golven op deze lage frequenties wel veel langer met de horizon meebuigen dan op hoge frequenties en bij licht. De derde modus is de ruimtegolf. Die gaat via de ionosfeer dus. Ja, dan nog het volgende. Mensen kijken wel eens met een scheef oog naar mijn gebruik van Echolink. Ik krijg daar geregeld opmerkingen over. De reden van het gebruik is het volgende. Ik experimenteer met een repeater bij mij thuis. Dat wil zeggen, ik doe experimenten. Daar bestaat de hobby uit. Met enige moeite lukt het me nog wel om de repeaters die ik vaak gebruik te ontvangen. Als ik echter met een bruikbaar zendvermogen zend, dan druk ik mijn eigen repeaters dicht. Dat is ongewenst en mogelijk zelfs in strijd met de repeatervergunning voor wat betreft de uitrolverplichting. Het was een keuze. Ik verkies het experimenteren hier thuis met een repeater boven de vrijheid om vanaf deze locatie via de ether te kunnen werken op 2 meter en 70 centimeter. Dat is het mij wel waard. In zijn algemeenheid vind ik dat de verbinding via de ether altijd de voorkeur heeft. Ik vind het van belang om dit te vertellen, omdat ik vooral bij beginnende amateurs hierover niet het verkeerde beeld wil wekken. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. En microfoon naar retour.